Een andere vraag, samenhangend met testen. Stel, ik was positief getest en ik ben nu hersteld en genezen. Je bent er zelf een voorbeeld van. Moet ik dan nog steeds aan allerlei regels mezelf houden of ben ik dan nu immuun? Ja, dus eerst maar is belangrijk te weten wanneer kan ik weer normaal naar buiten en weer aan het werk. Dat is vanaf het moment dat ik 48 uur lang geen klachten meer heb. Dus echt geen klachten meer, symptomen. En dan 1 week vanaf het begin van mijn symptomen. Nou, dan kan ik ook weer zeggen, oké, dan ben ik ook weer gezond en kan naar buiten gaan. Maar ik moet wel maatregelen blijven nemen. Omdat wij niet weten of wij immuun worden, of iedereen immuun wordt. Mensen die ernstig ziek waren en die een sterke reactie van hun lichaam hadden, daar gaan wij vanuit dat die ook een sterkere immuunreactie hadden. Maar mensen die alleen maar een snotneus hadden en niet echt ziek waren, is maar nog de vraag of zij voldoende en vooral heel lang immuniteit gaan opbouwen. Dat zullen wij de volgende maanden gaan leren. En we weten ook niet of wij niet nog een keer het virus kunnen overdragen. Omdat als het immuunsysteem ook niet echt geactiveerd wordt en we komen weer in contact met iemand die geïnfecteerd is en dan komt het virus weer naar ons toe, dan kan het virus wel weer repliceren op ons slijmvlies. En vooral in die momenten waar we dan op werk zijn, kunnen wij zeker die uren of die dag het overdragen aan mensen die besmet kunnen raken, vooral patiënten. Daarom moeten wij ook als wij ziek zijn geweest en weer gezond, dezelfde maatregelen nemen die wij moesten nemen voordat wij besmet zijn geraakt. En dat is een heel belangrijke algemene infectiepreventiemaatregelen. Het is ook waar voor alle andere respiratoire virussen en andere virussen het op diezelfde manier te doen.